Wandelschoenen. Wandelschoenen zijn er in vele soorten en maten. Er zijn kinder-, dames- en heren schoenen. En daarnaast zijn wandelschoenen op te delen in categorieën. Het is belangrijk om van tevoren te bedenken wat wil ik met de schoen doen, om vervolgens te bepalen welke categorie heb ik nodig. Om te beginnen is er de A-categorie. Ideaal voor in Nederland, wandelevenementen als bijvoorbeeld het Nijmeegse Vierdaagse. De schoen is makkelijk te gebruiken, hoeft niet te worden ingelopen. De zool die eronder zit is ideaal geschikt voor asfalt en licht robuuste wegen. En eigenlijk voor een kleine, korte wandeling en ook gewoon voor de lange dagen, het vele lopen, zijn ze prima. Vervolgens is er de tussencategorie AB. Deze schoenen zijn ook qua zool ongeveer hetzelfde. Ze zijn prima te gebruiken voor in Nederland, voor op de asfaltwegen. En daarnaast zijn ze half hoog, wat extra steun geeft om de enkels. Bij zwakke enkels is zoiets aan te raden. De laatste categorie is de B-categorie. De B zegt het eigenlijk al, berg. Dit zijn de iets robuustere, sterkere schoenen. Ze zijn gemaakt van een wat robuuster materiaal. Ideaal voor een bergwandeling. Let er wel op, deze schoenen moeten altijd worden ingelopen. En bijvoorbeeld voor in de bergen, stel je hebt een lange afdaling, houd de bovenkant van je schoen je tegen, zodat je niet continu voorin zit met je tenen. Binnen eigenlijk alle wandelschoenen zijn er verschillende materialen gebruikt. Gore-Tex is een materiaal wat altijd staat aangegeven op de schoen mocht het erin zitten. Dit materiaal is bijna 100% waterdicht en nog steeds goed ademend. En er is nog een categorie wandelsneakers, een soort kruising tussen een wandelschoen en een sportschoen. Ideaal, ook voor mensen die veel staan, lange werkdagen hebben. Een ideale schoen met een supergoed voetbed. En als laatste, is het nog mogelijk om de schoen extra goed te maken door bijvoorbeeld een customized soltje in de schoen te leggen. Met een voetafdruk kunnen we bepalen wat voor soltje er nodig is. En dit soltje geeft nog extra comfort en extra wandelgenot.